ben Rob Peters, ik ben een van de oprichters van Handpicked. En vandaag hebben wij een heel gaaf festival georganiseerd hier in Appeltern. We organiseren dit festival om de naamsverandering van de groep duidelijk te maken en met elkaar en met onze relaties een mooi feest te vieren. We hebben veel sprekers vandaag gehad. Alle tenten die waren goed gevuld. Mijn hoogtepunt was wel vooral dat het weer goed is gebleven en dat we vooral heel veel lachende gezichten hebben gezien. En dat vooral heel veel van onze relaties hebben aangegeven dat ze vandaag hele toffe dingen hebben gezien en veel hebben geleerd. En we hebben nog een bomvol programma en waarschijnlijk heel veel plezier en hopelijk veel zon. Ja, Igor Beuker, vandaag 48 geworden, ondernemer, trendwatcher en strateeg van beroep. Ik werd uitgenodigd voor het Handpicked Festival en ik doe natuurlijk nogal wat festivals per jaar. En ik zag de setup en toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is echt waanzinnig. Nou, kijk maar om je heen. Het is voor de business setting vind ik het fantastisch dat er eindelijk eens een keer iets is wat ook speels en leuk is. Ik was opening keynote vandaag, dat vond ik heel leuk om te doen, om de aftrap te mogen geven. Ik vond de dagvoorzitter Nathan heel goed. En ik denk dat het mijn belangrijkste boodschap is dat we in de wereld van technologie eigenlijk allemaal wel denken dat we het weten. Maar we onderschatten toch massaal de snelheid en de impact ervan. En ook onze mindset en onze cultuur moet in mijn ogen behoorlijk veranderen om in die wereld van die vierde industriële revolutie mee te kunnen. Mijn naam is John Berends. Wat ik gedaan heb op het Handpicked Festival is vooral contacten opdoen. Je komt weer oude bekenden tegen, nieuwe mensen kom je tegen. Dat vind ik echt heel interessant. En ja, de lezingen zijn interessant, die heb ik zorgvuldig uitgekozen. Uiteindelijk draait het erom met wie je samenwerkt. En dat heeft het heel grote verschil gemaakt voor johnberends.com. Als we iets gaan doen, ja, ga ik altijd eerst hier te raden. Eerst vragen aan de mensen hier. Is het iets goed om mee te werken? Kunnen we deze tool gebruiken? Kunnen we dit implementeren? Wat het ook is. En ja, dan werk je dus met mensen. Dan heb je heel veel vertrouwen in de club. En dat brengt johnberends.com naar Champions League, daar waar we in willen spelen. Zeg maar.